Stay? Stay, good. Het is Saturday. Ik heb vandaag echt een hele lange dag. Dus ik weet niet hoeveel ik ga kunnen vloggen. Ik ga straks even naar de stad. Omdat ik even een cadeautje ga halen voor twee vriendinnen die vanavond hun verjaardag vieren. Dan heb ik een afspraak in Veldhoven. Daarna ga ik met een andere vriendin eventjes op het terrasje een drankje doen en een hapje eten. En dan ga ik vanuit daar door dus naar die verjaardag. So I got me a full agenda. En dan blijf ik ook nog slapen bij een andere vriendin. Want wij hebben morgen generale repetities voor de eindshow. Ja. Yeah. So it's a busy day today. Ik moet straks over 10 minuutjes moet ik ongeveer gaan. Dus ik ben even de last things aan het pakken. En ja, ik ga het zo maar naar beneden halen. Want ik moet straks alweer gaan. Ik heb even lekker gewoon mijn skim jurk aangedaan. Easy peasy. Ik hou zoveel van deze jurk. Want echt, deze jurk is echt voor every freaking occasion. Is die gewoon oké. Okay. Dus ik ben echt heel blij als die zwarte daar niet binnenkomt. Want die zwarte is echt nog geweldiger. Die is iets formeler ook. Dus dit is echt meer. Ik vind dit meer een beetje een chili kleur, kleurtje. Maar die zwarte is gonna be boss. Dus ik ga naar beneden. Ik heb al mijn spullen ook al ingepakt. En dan ga ik zo. Hallo. Goedemorgen. Dit weekend was echt pure chaos. Ik weet niet, ik heb een beetje dit weekend heb ik op mijn telefoon nog gevlogd, want ik kwam erachter dat ik hier dus thuis vergeten was. En ik ging vanuit de stad gelijk door naar een verjaardag, want de verjaardag ging ik slapen bij mijn vriendin. Toen bij mijn vriendin bleef ik slapen, omdat we generale repetities hadden, dus het was one continuous loop die maar niet ophield. Ik was ook echt... Oh ja, en vanuit generale repetities ging ik door naar werk. Dus het was zeg maar niet echt een hele rustige dag voor mij gisteren. Of nee, een rustig weekend moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, dat is wat ik dit weekend heb gedaan. Ik weet niet of ik de laatste clip erin heb gedaan. Maar I was all over the place. I was trying to tell you something. En toen was de bus daar en toen... Ben ik mijn verhaal vergeten af te maken. Anywho, it is a new week. It is Monday. Vandaag moet ik heel eventjes naar school voor een herexamen. Rekenen. En daarna moet ik yalla yalla naar huis. Want ik heb om 2:30 tot 4:30 rijles. Dus dat is slee. En dan als ik daar klaar mee ben, heb ik vandaag niks meer. Dus dan kan ik even chill the fuck down. Kalm aan is. Plus een pakketje van mij komt vandaag binnen. Dus dat is leuk. Morgen heb ik schoolpresentatie. Ik denk dat ik heel eerlijk gezegd eerder naar school ga om mijn prints op te halen. Want ik heb het allemaal naar een professionele printshop gestuurd. Of naar de printshop gestuurd op school. Zodat het goed op kwaliteit is uitgeprint. Dus die dingen moet ik nog eigenlijk ophalen. Maar ik denk dat ik gewoon eerder naar school ga en dat morgen ga doen. Want ik heb vandaag niet echt tijd om daar langs te gaan, want na dat examen moet ik gewoon gelijk terug naar huis voor dus rijles. Ja, ik moet heel even een rekenmachine zoeken, daarom ben ik hier. Jesus Christ. Ik ben echt all over the place. It's supposed to be here somewhere, but I don't know where exactly. Let me look for it and then I'll get back to y'all. Oh my god. Ik ben terug van rijles. Ik heb ineens een beetje hoofdpijn. Want ik heb natuurlijk de hele tijd zo zitten kijken. Dat het heel fel was vandaag. Boy. I got me a package. I got me a package. And if it is as cute as I think it is, I'm probably gonna order two other things from the same website. Because I got cashed out today. Ik ben vandaag uitbetaald. Yeah. I'll give y'all. I know what it is, so it's not really a big thing to me, but still. But I'll give y'all a little sneaky peeky of what it can I mean. Period. I'll show y'all what it is exactly in a second. Give me a minute so I can change.
God. It's so, it's on prey. Zie ik nu dus ook in het zwart heb. Oh my god. Ik voel wel echt aan alles dat het een nieuwe jurk is. Whew. She was a little tight. Also because I'm sweating. Want het was echt warm in die auto. But look. She is eating. Eating. Eating, eating, eating. Mmm. Yummy, yummy, yummy. Er zitten hier nog verstelbandjes. Die moeten een klein beetje versteld worden dat die iets meer hier zit. Girls, this is toch amazing. Oh my god. Prepared to be so sick of me and Skims dresses. Oh my god. Hallootjes, het is vandaag woensdag. En ja, ik ben vandaag eigenlijk helemaal vrij. Dus ik heb echt helemaal niks te doen. Maar ik ga een outfit uitzoeken, want morgen gaan we dan met de school naar de Efteling. Dus jullie gaan mij helpen met het outfit uitzoeken. Plus, ik ga even een beetje tegen jullie kletsen, want I got an announcement to make, I think. Maybe I got more announcements to make, but yeah, we'll see. First things first, outfit. Oh my god, ik schrik van jou. As I was gonna say, I want to base my outfit off of my new rock. My new rock. Oh, also. Dat heb ik helemaal niet laten zien. Ik was gisteren heel even snel met Sam de stad ingegaan. Omdat hij wilde een vestje. Oh god. Sam wilde een vestje, alleen toen heb ik uiteindelijk iets leukers gevonden. En toen heb ik deze gehaald. Het is een soort van denim. Een soort van werkshirt, I guess. Het is van de Bull & Bear met Wrangler en ik vind hem echt fucking tof. Ik vind hem echt heel wat. En hij is een beetje oversized. Hij was met €20, dus dat is echt heel leuk. En dan wil ik daar eigenlijk nog een keer een oversized jord bij vinden in dezelfde kleur. En dan heb je echt een fire outfit. Dit is The Rock. It's cute. It's really cute. Ik weet ook namelijk niet wat het weer morgen gaat doen, so that's why that's it. Terwijl ik even een topje ga uitzoeken, ga ik jullie mijn announcement een beetje vertellen. Zoals sommigen van jullie weten heb ik net mijn 1-year anniversary, mijn podcast, online gegooid. En het filmen van die podcast vind ik echt heel leuk. Alleen, ik heb er even voor gekozen om hem op pauze te zetten. Ik weet niet of sommigen van jullie dat al is opgevallen, dat ik de laatste weken, zeg maar, niet echt meer op de dinsdagochtend een episode online krijgen. En dat komt gewoon echt omdat ik het een beetje, ik heb het gewoon echt te druk om een goede podcast episode te deliveren die mensen ook gaat helpen. En ik wil jullie geen half-ass content geven en geen net wel net niet type of beat geven. En dan vind ik gewoon niet ver naar jullie en dat vind ik gewoon ook niet zelf fijn om zoiets aan jullie te geven. So that's what I decided. That's my little announcement. So that's what I decided to stop it really quick. She is gonna come back wanneer ik iets meer tijd heb. Waarschijnlijk ergens in een, ik ga niks beloven, maar waarschijnlijk ergens in de zomervakantie wanneer ik iets meer tijd heb, bonk ik er even een paar episodes uit. En she is gonna come back, but she's just on a little pause. So that is what I wanted to tell y'all. Terug naar haar outfit uitzoeken. Want ik weet het echt niet. Want ik wil niet helemaal zwart gaan, snap je? So like that how you want it. Long skirt outfit. Een hele goede morgen. Ik weet niet of je het kan horen. Oh my god. Maar dat zijn mijn ouders die weer vertrekken voor hun trainingsweekend or whatever it is. Dus ik ben weer alleen thuis. ik denk dat jullie het wel horen aan mijn stem. She is going through it, y'all. Ik denk serieus dat ik echt mijn ventilator te hard en te lang heb aan laten staan toen het eigenlijk helemaal niet nodig was. En dat ik daardoor nu een beetje last heb van mijn keel. Is niet zo heel smart.
Dus ik ga me even snel opmaken. En dan ga ik even een theetje beneden zetten. En neem ik wat keelsnoepjes mee. Want we gaan vandaag eens naar de Efteling. Waarschijnlijk, ik ga mijn stem nou heel weinig gebruiken. Nu ik nog thuis ben. Maar waarschijnlijk als ik straks met de gangsters ben, dan ga ik hem toch weer heel volop gebruiken. Dus, jullie hebben mijn outfit, sorry, ik had hem gezien. Ik doe gewoon dit topje aan met die lange rok. En ik doe er wel een jas over, want het is vandaag bewolkt. En er is misschien kans op regen. Zo. Ja. Dat moet er wel allemaal in. En ik heb voor some reason de laatste tijd ook echt hele droge lippen. Misschien zijn ze nu ietsjes droger omdat zeg maar mijn keel kut is. Maar echt, my lips are booty motherfucking crack dry. Dat is echt niet oké. Dus ik neem denk ik ook even lips mee als die niet al in mijn tas ligt. Oh, ik heb er zin in, maar ik vind het vroeg. Ik werd wakker gemaakt om 7:30. Het is nu 8:00. We zijn een half uurtje verder. Ik heb wel lekker gedoucht. Maar ik ben geen ochtendgirlie. Laten we het daarop houden. Echt verre van. Laat mij maar lekker uitslapen tot 10:30. My god, where are we? Where are we? Efteling! Hey y'all, today we're in the Efteling. Hey, Efteling! Yes, I need the. Sorry, you were not done talking. What are we doing? I'm here in the Jordan Okay! This was the first attraction. Yeah, this is the whole group. Hey! Hi, I'm Luc. Oh, I'm lekker. Luc, kom. Hey! We zijn er al toch weer bijna. Ik vind het best snel gaan. Yeah. Wachttijd van de 25 minuten. Ja. Ja. Inge, hoe was de piranha? Leuk. Hier helemaal, oh Maretje toch. Mare, hoe vond jij de piranha, Mare? Kijk, en als stemmetjes ook super droog gebleven. Oh, ik dacht, dat hele shirt is uitgelabberd. Jij bent ook best droog, Sof. Ja, alleen mijn broekje. Ja, ik heb al het water op echt, mijn hele. Echt, mijn hele rok is nat. Nee, ik heb het best overleefd. Ja, behalve jouw rug. Jouw rug is echt heel bad. Ja. Deze rugzak is ook heel mooi. Ja, mijn tas is ook helemaal doorweegd. ja, nu gaan we... Dit is onze leg, dit is onze bonnetjes. Oh. De stro is strooing. Ja, Maris haar is echt... Maar wil je even uitleggen wat er voor de baron gebeurde? Nee. Of voor de piranha bedoel ik? Nee. Giel en ik dachten, oh, we gaan een gerustje kutten en nat maken in de piranha. Moet je dat echt een keer schoonmaken. Ja. En Giel zat wat een knopje en ik zat er gewoon bij een beetje lachen aan. Ja. En ineens gewoon, pio, en Giel echt gewoon niks. En ik echt, het nat dan. Ja. Want blijkbaar als je het te lang op andere mensen doet, schiet hij hem ook daarna op jezelf. En dat is wat er met Mare gebeurt. Arme Mare. Mare mag nu eten, dus Mare is blij. Ja. Nu is dit onze volgende bitch. Ik denk dat we hierna wel droog zijn. Ja? Hey, welkom bij de Efteling vlog. Zoek jullie nog even op mijn vloggen. Ik en Sam hebben net echt heel wat verwacht, want hij is heel irritant. Hey, get it, Engels. Ik zie het publiek zit ook kijken. Get it, y'all. Subscribe. Dan even blijven op YouTube. Thank you! Wat was er mij nou? Omdat jij vervelend bent. Je filmt hard, hè? Je kan niet filmen, man. Sam. Wat?
film. Zag die mooie ogen bij ons filmen, hè? Where is the love? We are in the ride for the Baron. Oeh, ik lijk heel bruin nu. Hey, it's giving double chocolate. Thank you. Hey. Oeh. Diopanotti. Diopanotti. Twee kleuren in een potie. Bruin en wit. Maar heel veel. Should we go to bed? Wait. Good night, y'all. Nou, ik ben thuis en jullie kunnen het echt aan mijn stem horen. Ik ga er helemaal van onder. Oh mijn god. Oh, ik zit nu ook aan de thee en ik voel mijn neus zit verstopt. Echt, ik weet niet of ik jullie dat ooit al heb verteld, maar zodra mijn stem eraan gaat, dan kan ik gewoon eigenlijk al garanderen dat ik ziek word. Want zodra mijn stem eraan gaat, dan gaat alles helemaal op shutdown. I don't know what that's about. It's a little weird, I know, but... I'ma be sick this weekend. Best motherfucking believe. I'm gonna be so sick this weekend. And it's not gonna be fun at all. Ik ga jullie morgen een update geven. Ik ga nu zo weinig mogelijk proberen te praten. En zoveel mogelijk thee te drinken. En dan... de volgende naar bed te gaan. Because I'm not having good at all.